Dit is Elma de Vries uit Meppel. 8 Nederlandse titels heeft ze op zak. Gisteravond in Otterlo ging ze op jacht naar nummer 9. En achter haar zien we Nadia Meijer, de grote onbekende van het peloton. Rijdt wel eens regio-wedstrijdjes, maar landelijk zien we haar niet. Ze heeft zich door vrienden laten overhalen voor dit Nederlands kampioenschap. Maar de vluchtpoging strandt in schoonheid. De tempoversnelling zorgt wel voor een halvering van het peloton. En dan is dit Corina Strikwer daar die het probeert. De wedstrijd gaat over de klassieke 42 kilometer. We zitten in de laatste 10 kilometer en Strikwer daar neemt afstand. En dit zijn de vrouwen in de achtervolging, terwijl er 45 van start zijn gegaan. Strikwer daar krijgt dan gezelschap. Opnieuw van Nadia Meijer, een spichtige vrouw van 23 uit Purmerend, die gisteravond de smaakmaker was van de wedstrijd. Strikwer daar moet haar zelfs laten gaan. En zo rijdt Meijer solo aan de leiding. Met de handen op de knieën houdt ze tot de laatste ronde stand. Maar in het zicht van de haven wordt Nadia Meijer toch weer teruggepakt. En mogen de overgebleven dames gaan sprinten voor de overwinning. Irene Schouten lijkt met overmacht te winnen, maar links komt Bianca Rozeboom nog net onderdoor. Elma de Vries wordt derde en Rozeboom prolongeert haar titel. Maar de smaak van de overwinning is niet altijd zoet. Sorry, ik heb overal kram. En dan de mannen, Ingmar Bergen uit Hogeveen hier in tweede positie. De Europees kampioen op de marathon van 2012. En op het Nederlands kampioenschap werd hij al 2 keer derde en 3 keer tweede. De kopgroep bestaat uit 6 man die halverwege koers ontstaat. En ze rijden meer dan een halve minuut weg bij het peloton, totdat de onrust toeslaat. Want het is Robert Post uit Groningen. Hij gooit de knuppel in het hoenderhok en rijdt weg uit de kopgroep. En daar wordt de samenwerking er niet beter op. En dat zorgt er weer voor dat het peloton snel dichterbij komt, onder aanvoering van Gerry Hekman. Hij won de laatste 2 jaar de Nederlandse titel. En hij zorgt ervoor dat het peloton dichter en dichter bij de groep Berga komt. En helemaal voorin zien we dan dat Robert Post het solo niet gaat redden. En ook de kopgroep blijft uiteindelijk niet uit de greep van het peloton. En dus krijgen we in de straten van Otterlo een massasprint. Links is het Hekman in het rood, rechts Crispijn Ariens. Hekman pakt hier zijn 5e titel. Zilver is er voor Ariens en Berga pakt het brons. En staat voor de 6e keer op het podium bij een NK, maar won nog nooit de titel.